Ik ben Paul Michiels. Ja, interieurs. Interieurs zijn ook dikwijls heel saai. Kunstenaar Paul Michiels maakte zowat alles in zijn huis met zijn eigen handen. Recyclage staat centraal in een interieur dat heel persoonlijk en uniek is. We kunnen het atelier niet loskoppelen van het huis, omdat ik inderdaad thuis met deze figuren leef, met deze karakters. Ik probeer mijn eigen te verrassen en te zoeken naar die dingen op een heel eerlijke manier. Je ervaart dat, je kijkt, mij maakt het niet uit. Mij maakt het niet uit, dat werk is gemokt, ik weet wat dat betekent. Je moet al half dood zijn, wil er geen emotie meer bij hebben, vind ik. Het grappige aan de tuin voor mij is dat ik de natuur ook naar mijn hand kan zetten. Ah, ik denk dat je in de tuin niet alleen gras moet afdoen en snoeien. Zoals dat je niet enkel tv moet zien in de living. Decoreren vind ik een heel gevaarlijk woord. Ik maak me een tuin van mezelf. En als je dat tof vindt, dan is dat meegenomen natuurlijk. Vind je dat niet tof, ja, dan is dat pech, hè. Dan is dat pijnlijk en dan is dat tijdverlies. Alleen voor jou, niet voor mij. De veranda, een ruimte zoals de tuin is. Het is een ruimte zoals binnen, het is een ruimte. Veel van de dingen komen van het atelier. Toen ik mijn ander leven ben begonnen, dan heb ik gewoon direct al een deel van het atelier hier gezet. Omdat die dingen, die was ik gewoon. De moment dat ik hier alleen ben gaan wonen, ben ik heel thuis beginnen veranderen. Of dan ben ik er zelf in gegroeid. Het is niet makkelijk voor mij van mensen binnen te laten, ook niet. Veel mensen die binnenkomen zijn heel onwennig en denken dat ze niet mogen bewegen. Wat dat zeker niet het geval is. Mensen mogen hier ook alles vastpakken en dan dat liefst terugzetten. Ze zullen een klein beetje voorzichtig zijn, toch, hoop ik dan. Een interieur is sowieso, denk ik, wel een weerspiegeling. Of je moet gebrek hebben, gebrek aan karakter. Er zijn heel veel mensen met gebrek aan karakter en die zullen natuurlijk een flauw interieur hebben. Hè. Of misschien de naam interieur niet waardig. Ja, dan kun je beter in een hotelkamer gaan zitten, want dat is misschien nog boeiender.